Welkom bij een nieuwe vlog hier op It's Ultrax, de ene rechte. Het is donderdag vandaag en de laatste dag van de vakantie. Morgen gaan we alweer naar huis toe. Ik ben net in het zwembad geweest en ik ben nog nooit zo nat geweest. Oh ja, dat heb je in het zwembad natuurlijk. Overnieuw. Nou, en wat vond ik van het Hof van Saxe zwembad? Nou, ik... Ik had mijn telefoon meegenomen om te filmen, maar het was echt pauperdruk. En op elke hoek stond dan een badmeester of een badjuffrouw, dus ik heb het niet gedaan. En ik vond het aan de andere kant ook niet echt een moeite. Je kwam binnen en dan had je aan de rechterkant een ding voor de kinderen, voor te zwemmen. Rechtdoor kon je nog even een stukje lopen, dan ging je omhoog. Dan had je een klein binnenbaadje. En daar had je dan, kon je dan naar buiten toe en dan was daar de ingang buiten van de wildwaterbaan. En voor de rest had je dan aan de rechterkant, aan de linkerkant, bij dat kinderzwembad had je daar, daarnaast nog een gewoon zwembad. Voor de volwassenen. Dan had je aan de andere kant, als je dus binnenkwam aan de linkerkant, had je nog de ingang van de, het badenbad, waar je bankjes kon trekken. Het schoolzwembad, laat ik het zo maar noemen. En als je dan een klein stukje rechtdoor liep, had je de glijbanen. Er waren 3 glijbanen of zo. 4 glijbanen waren het, waar er 2 van gesloten. En dat was het eigenlijk. Ik heb een beetje lekker in het zwembad. Heb ik een beetje het meeste. Ben ik eigenlijk van de wildwaterbaan afgegaan. Ik heb een beetje de wildwaterbaan. Ben ik achter elkaar in geweest. Ben ik aan het kwanten geweest. En voor de rest, nog eventjes een keertje wezen bandjes zwemmen, 2 keer op en neer en 2 keer op en neer. En voor de rest heb ik het wel een beetje gehad, nog even in het bubbelbad geweest. Maar voor de rest was het helemaal niets verder meer. Dus bijna een uurtje ben ik er alweer uitgegaan. Dat even de informatie over het zwembad. Ik laat jullie zo nog even wat foto's zien met informatie erbij. En dan horen jullie het allemaal wel. Ik spreek jullie allemaal dadelijk. De groetjes. Zo, de laatste avond hier in het park. En dan gaan we morgen weer naar huis toe. Dan zit de vakantie weer op. Weekend, of de week is hard gegaan. De week is hard gegaan en het zit er alweer bijna op. Niet veel gefilmd de laatste 2 dagen. 2 dagen een beetje korte vlog, maar ja. De andere 2 dagen daarvoor waren nog beter. Dus hier nog wat beelden van het park. In de donker. Nou ja, donker nog niet helemaal. Maar het is al een stuk donkerder als normaal.
En dan waren er druk, aardig wat mensen, nog auto's zo. Voor mij zijn er al een heleboel die nu al weggaan. Maar wij gaan morgenochtend naar de parkeerplaats. Even kijken hoe het met de auto is. En dan, dan is het bijna zover. Dan is het alweer bijna afgelopen, jammer genoeg. Was wel een leuk weekje. Lekker bijgekomen. Lekker uitgerust. Dus, we gaan het wel zien morgen. Morgen weer naar huis. Ik wacht nog even op mijn moeder. Dan gaan we nog even bij de auto kijken. Nou, morgenochtend dan gaan we weer inpakken en richting Spijkenisse. Dit is ons huisje, 421. En daar komt Moe. Echt een alfanaar van auto's. Ja. We moeten even bij de auto kijken. Zo, aan gewoon je werk. Zo, aan gewoon je werk. Ja, wat een luchtzoek. Verschrikkelijk. Ah, dit is wel mooi. Dit is een mooi beeld, zeg. Ja, dan zit het er alweer bijna op, jongens. 7 dagen. En dan 7 dagen lekker vakantie gehad. Maandag gewoon weer beginnen. Ik hoop dat jullie het een beetje leuk gevonden hebben, de vlogs. Daar is de parkeerplaats. Gaan we eens even kijken bij de auto, hoe het met de auto is. Super irritant. En dat te gillen. Oh, we gaan, hoe heet dat? Vanavond even kijken of ik Teamspeak voor elkaar kan krijgen. Joost zou kijken. Ik weet niet of hij al een berichtje gestuurd heeft. Joostie, waar ben je toch heen? Even kijken. Ja, dat is Joost hoor. Oh, Joost heeft hem ook gevonden. Prima. Kunnen we vanavond teamspeaken. Wel leuk. Het is een of ander programma. Kunnen we met elkaar chatten. Wordt ook vaak gebruikt bij online PC games. Dat je dan toch met elkaar kan communiceren tijdens een spelletje. Op de PlayStation hoeft dat natuurlijk niet. Kan je het gewoon in een party doen. Op de PC is het wel makkelijk. Ik ga eens even kijken waar die rotauto ergens staat. Nou ja, rotauto. Oh, daar staat hij. Daar heen hem hoor. Ja, dat is. Ik heb hem al gevonden. Daar heb je mijn autootje. Mijn super autootje. Daar heb je hem. Zo. Oh, het is wel gegril weg, ga maar over. Ik heb hem al gevonden.
Ik heb hem al gevonden. Ach, kijk nou. Een konijntje. Ah, kijk nou. Ja. Wat is die andere dan? Oké. Ah, ben ik hem weer kwijt? Ja, dan heb ik hem weer. Ah, konijntje. Bunny. Hoepa, daar gaat hij. Poetsie. Wat is die andere dan? En aan de andere kant, waar? Aan deze kant? Ja, die zal wel wegwezen nou al. Want als die ene gaat, dan gaat die andere ook. Ja, die was daarvoor al weg. Echt stikt hier van de konijn hier ook. Oké, daar loopt hij. Ah. Konijntje. Oh, kijk. Wat hebben we hier nou, joh? Ja, wat hebben we hier nou, joh? Oké, nou, joh, hier heb je een soort groot grasveld. Wat is dit dan? Ik dacht eerder dat het voor de honden was. Kijk, een heel groot grasveld. Kijk, een heel groot grasveld hier, oh. Nou. Ja. Zo. Door de bos heen. Langs de boompjes. Eens even kijken. Kijk, en die staat nou omhoog. En van de week moesten wij er doorheen en toen ging die niet omhoog. Zonder voor een dichte slagboom. En daar staat hij gewoon helemaal open. Achterlijk ding. Hoeveel straks op parkeerplaats. Dus ik ga even een checkje draaien en dan spreek ik jullie allemaal dadelijk weer. Tot zo. Zo, en jullie zagen de tijd. Het is 10:50 en de vakantie is nu echt voorbij. Morgen dan gaan we de auto inpakken en dan zit de vakantie erop. Helaas. Snel gegaan, hard gegaan. Ja, en ach ja, ik kan ook weer lekker naar mijn jongens toe, naar Dribbel en Boquito. Die mis ik ook best wel. Dus wat dat betreft, ja, ach, moet er ook niet te emotioneel en sentimenteel over gaan zitten doen. De vakantie is voorbij. Morgen zien jullie nog de terugrit, terug naar huis toe. En dan is het echt over en uit. Ik hoop dat jullie deze vakantie vlogs leuk gevonden hebben. Ik hoop het. Doe even een blauwe duimpje de lucht in. Als je alle video's gezien hebt en het leuk gevonden hebt. En zet even een bericht in de comments. Wat jullie ervan vonden. Van de vakantie. En dan was dit het, jongens. Het is toch echt voorbij. Het is over en uit met de pret. De vakantie is om. En ja. Jullie zien het. Moeder is al naar bed. En het is echt over en uit. Het is over. Ah, maandag weer gaan werken. Vervelend. Nou ja. In ieder geval, jongens. Ik hoop dat jullie alle vlogs leuk vonden. Dat heb ik al gezegd. Maar ik heb vandaag nog even met Joost gestreamd. Maar dat was niet echt een leuke stream. Want we waren een beetje aan het experimenteren. Wat we niet voor elkaar kregen, helaas. Met OBS.
En ja, dat was wel even palen. Maar ja, we gaan gewoon door een keertje door. We gaan het nog een keertje extra even doorzoeken hoe dat werkt. En dan komen we er vanzelf komen er wel weer uit. De groetjes allemaal. Doe even de blauwe duimpje de lucht in. En als je nog niet geabonneerd bent, abonneer op dit kanaal. En ik zie jullie morgen bij de laatste deel van de vakantie. De terugrit naar huis. Iedereen bedankt. En skabadi, skabadoe, skabadabadoe.